René, hebben jullie de afgelopen dagen veel gesproken met elkaar? Ja, tuurlijk. Dat is ook nodig nadat je op die manier met een domper uit de beker wordt gegooid. Ja, dan moet je de koppen bij elkaar steken en dan moet de blik ook wel weer naar voren. Want uiteindelijk gaat het erom dat we moeten omdraaien. Ja, hoe heeft zich dat geuit? Wat zeiden die jongens bijvoorbeeld? Ja, je snapt natuurlijk dat ik daar niet heel veel van kan zeggen. Want dat moet binnen de kamers blijven. En uiteindelijk gaat het erom dat er met elkaar en over elkaar gesproken is. En dat gaat binnen de groep, maar ook met de groep en de staf onderling. En daar komen plannen uit voor komende wedstrijden. En ons staat maar één ding te doen, is de komende twee wedstrijden goed voor de dag komen. En dat begint met Fortuna. We moeten die wedstrijden winnen. Ja, dinsdag omschreef je het eigenlijk kort maar krachtig. Een blamage als team, ja. Als club. Hoe hebben de jongens gereageerd op het trainingsveld? Zag je iets anders dan ja, in voorgaande weken bijvoorbeeld? Nou ja, eerst gaat het erom dat je bespreekbaar moet maken van hoe nu verder. Want uiteindelijk vinden we allemaal dat dit niet kan. En op het moment dat je daarover eens bent, dan ga je het weer de vertaalslag maken richting het veld. En dat hebben we zo goed mogelijk gedaan. En nogmaals, het gaat erom dat het morgen ter uiting komt. Ja, denk je dat het vooral iets mentaals is of iets in de kwaliteit? Wat er dan ja, in zoverre beter tot de uiting moet komen in Sittard? Nou, beide. Uiteindelijk gaat het eerst om dat ten alle tijde onze houding en onze mentaliteit goed moet blijven. En als dat goed blijft, ongeacht wat er gebeurt in het veld, goede dingen met als je voorsprong komt of slechte dingen dat je achterkomt, dan moet de focus op dat iedereen de dingen blijft doen die je met elkaar afspreekt, om een team te blijven. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja, we zagen vandaag geen Ramslaar op het trainingsveld, geen Van der Marel. Die twee sowieso afwezig? Ja. Wie nog meer? Ja, er is nog een derde. Nou, kijk of je goed opgelet hebt. Ja, Django. Ja, Django, ja, zeker. Dan over Sittard. Wat kunnen we denken van die ploeg verwachten? Ja, Fortuna is natuurlijk ook een ploeg die in dit geval onderaan staat en mee onderaan staat. En natuurlijk een succesbeleving heeft gehad vorig weekend. Maar uiteindelijk is het ook dat zij in een slechte serie zitten. En wij moeten daar naartoe met de borst vooruit om uiteindelijk te laten zien dat wij meer die wedstrijd willen winnen dan hun.